gauw door met het hoofd. En nu met de voeten. Technisch vaardige voetballer. Dat zie je meteen. Lintouw door. En dan misschien ruimte voor het schot van Engels. Botsende bal en Slikker moet meteen vol aan de bak. Handen op elkaar meteen vanuit de tribunes. Van Eck. Nou, moet uitkijken. Geeft hem daar slordig in de voeten van de Braziliaan. Daar is O'Reilly. McAtee. En meteen de goal. Blundertje van Jelle van Eck. Genadeloos afgestraft. En de derde goal van McAtee in de Youth League. Hier zien we het nog eens. Druk zetten van O'Reilly. Kaiki die oppikt. En dan het driehoekje. Prima gevoetbald en heel knap afgewerkt. In de bovenhoek. En de captain van Manchester City op het scorebord. Lavia. O'Reilly. Goed balletje. Dit is O'Reilly, excuus. En dan het lage schot tegen de paal. En Houtekiet in tweede instantie weggewerkt. 16 jaar is hij en dat zie je er wel nog aan. Jong gezichtje. Nou, dat is gewoon natrappen. Dit is puur natrappen. Wordt daar inderdaad gehaakt door Nusa. Laat het been dan hangen. En trapt op de knie van Oudoor. Met de VAR was Burns er hier altijd afgegooid geweest. Krijgt wel geel, maar dit had rood moeten zijn. City dat voorlopig iets wat op de counter gaat loeren. En uitkijken nu Mondele. Snel gehandeld van Oscar Bob. Daar is James McAtee. Trappen van Eck door de benen. En Ibe Houtekiet kijkt verschrikkelijk boos richting Jelle van Eck. Maar McAtee scoort zijn vierde. En zijn tweede van de middag. Zijn vierde in de Youth League. En zijn tweede van de middag. 2-0 Manchester City. En dan mag Club Next nog goed aan de wedstrijd begonnen zijn. Dit ziet er niet zo goed uit. Mondele nu. Nu was hij het die in de fout ging. Maar prima werk wel van Oscar Bob. En dan door de benen van Houtekiet en ook door de benen van Jelle van Eck. Doorgekopt. Sandra. En die scoort hem. We hebben het net over de aansluitingstreffer. En daar is hij. 2-1. Sisse Sandra. Ook hij dus met zijn derde. McAtee zit ondertussen aan 4. Opnieuw hoop voor Club Next. Foutje van Blomme. McAtee er uiteindelijk toch makkelijk voorbij. Nog eens het foutje. Maar nog steeds McAtee. Gaat hij uithalen. McAtee aan de goal. En een hat-trick van James McAtee. Ik zei 10 minuten geleden al, beste man op het veld. En dat etaleert hij hier nog maar eens opnieuw. Blomme. Sandra 16 binnen. Dribbel van Sandra. En Sandra gaat hem nog eens afmaken. Heerlijke goal van Sisse Sandra. Hij wil bij James McAtee blijven als topscorer. Zijn vierde in de Youth League. En opnieuw sluit Club Next aan. En dat is snel na die 3-1 ook. Dus prima. Engels. Ja, ja, hij fluit strafschop voor Club Next. Ja, ja. Hij zit er nog niet in, maar een reuze kans op 3-3. Foutje van Wilson Esbrand. Club scoorde nog geen strafschop in deze Youth League. Daar komt Arne Engels nu. Hij trapt hem netjes binnen. 3-3. Alles te herdoen. De eerste goal dus voor Arne Engels. In deze jaargang van de Youth League. En de Brugse fans roepen luid de boeren. Laag voorgebracht. Sandra aan de goal. Nee. Tegen de paal. Of zat Slikker daar nog tussen? Wat waren ze er hier dichtbij? Nou, hij moet toch zijn tijd nemen om geconcentreerd te kunnen trappen. Twee handen in de lucht. Goed aangesneden en de goal nu wel. Het is Oudoor die 3-4 maakt. En weer op hoekschop. 3-4 voor Club Next. Komen terug van een 3-1 achterstand. En in de 84ste minuut staat het 3-4.
Sandra haalt het daar in de lucht. Opgepikt nog door Bob. En nu dan de counter misschien nog met Sisse Sandra. Dit moeten ze uitspelen. Ruimte ligt inderdaad bij Servet. Gaat hij het afmaken? Onderkant lat en 3-5 voor Club Next. Belangrijk ook nog dat, het doelpuntenverschil. En Club Next gaat hier de 3 punten pakken. In een heerlijke tweede helft die bol stond van de spanning. 3 punten erbij. Sandra nog met een assist door de benen van Oscar Bob. En Servet pakte zijn tijd. En trapte hem uiteindelijk wel netjes binnen, moet ik zeggen.